Goedenavond, dames en heren, en welkom bij Offer TV, een initiatief van CKV Offer de Kroon. Elke vrijdagavond, voor de thuiswedstrijd van Offer de Kroon 1, zullen wij u een uitzending aanbieden van Offer TV. Ik ben uw presentator, René Dijkamp, en als eerste willen we aan u voorstellen ons vlaggenschip Offer de Kroon 1. Kroon 1 ziet er als volgt uit. Komende zaterdag begint Offer de competitie met een thuiswedstrijd tegen SKF. En zal Offer de favoriete status moeten bevestigen. Maar zijn we wel favoriet in deze zware pool? We vragen het aan een aantal verschillende mensen binnen onze club. Ja, het wordt een moeilijk seizoen, denk ik. We hebben natuurlijk afgelopen jaar met name onze schutter Stijn zijn we kwijt. En Jesper. Dat scheelt en enorme hoop power. En het scheelt een hoop goals. Dus zomaar plaats voor de play-offs, dat wordt geen makkie. Kan ik je vertellen. Met ploegen als LDOWK en SKF, om maar eens twee hele belangrijke tegenstanders te noemen. Maar we hebben inderdaad, je moet maar eens vergelijken met de foto's boven van 2-3 jaar geleden. Er zijn heel veel nieuwe gezichten. En dat betekent toch elkaar, dat je moet wennen aan elkaar. Dat je combinaties, ik bedoel, Henk is natuurlijk terug, Michel is terug, maar voordat ze weer helemaal volledig meedraaien en 100% bijdragen aan de scoren, ben je zo een paar wedstrijden verder. En ik denk dat het een hele spannende, maar moeilijke competitie wordt. En het zal heel geweldig zijn als Offer 1 zich weet te plaatsen voor de play-offs. Kampioen! Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er wel een hard hoofd in heb. Ik verwacht wel dat we die poolfase weer door gaan komen. Dat doen we eigenlijk nu al een paar jaar achter elkaar. Maar ik denk dat de afgelopen paar jaar ook wel hebben gezien dat we het in die eindfase toch wel erg lastig hebben. En daarom denk ik dat we nogmaals wel die eindfase gaan halen en die kruisfinales gaan spelen. Maar dat we daar niet doorheen gaan komen. Heel jammerlijk, we hebben een goed team. Maar nee, ik denk niet dat we het gaan halen. Kampioen! Gezien de eerste helft veldcompetitie, waarin we natuurlijk heel goed hebben gespeeld op elke keer het laatste kwartier na, maar wel een fantastische wedstrijd tegen PKC, Dalto, lekker winnen voor KVS, verwachten we veel van de zaal. Ik ook wel een beetje, al een paar jaar in de top, een jaartje of vijf, keertje league. Finale verloren, jammer, tegen de nummer 9 verloren, maar dit jaar moet het gaan lukken. We hebben natuurlijk een andere ploeg staan, maar missen denk ik. Wel aanvallend ietsje, zeker nu de twee heren die we allemaal kennen zijn vertrokken, Stijntje en Jesper. Maar toch zie ik Offer ver komen, zeker de thuiswedstrijden. LDOWK uit wordt lastig meteen, qua lengte, qua kracht. Maar Offer moet sowieso 1 of 2 worden. En laten we maar heel makkelijk zijn, de finale winnen. Dan ben je in één keer in de league. Want als we straks weer gaan zeuren tegen de nummer 9, is dat niet echt lekker. Ze zijn niet zo goed in de laatste jaren. Dus laten we maar de finale gewoon winnen. Alleen, ze willen hier totaalkorbel spelen, dat kunnen we nog niet helemaal. Dus we hebben 5, 6 hele goede heren, ook in het tweede aantal. Ga dan met die heren spelen, laat Jeffrey lekker aanvallen, laat Martijn aanvallen, laat de dames dat weer steunen. Dat is een klein tipje voor onze geweldige trainer. Dat missen we, dat hebben we ook gemist op het veld. Daar moet je veel meer mee doen. Wie zijn de beste? De heren, goed zo. Leuk totaalkorbel, een paar minuten, maar heel snel overschakelen op de goede heren. Dan valt er meer goals, want je moet scoren. En dat wordt een lastig verhaal in de zaal. Ik ben positief, mijn clubje gaat weer redden en de sfeer zal leuk zijn, want we zijn bezig met hele leuke dingen. Volle bak in de zaal. Offer gaat richting finale en rechtstreeks door naar de league. Kampioen! Ja, ik denk gewoon, we gaan gewoon kaart die hoofdklasse finale pakken. En ja, we gaan er gewoon vol tegenaan met de BWA, gaan we gewoon keihard knallen. En ja, met al die jongens op de tribune en dan het eerste in het veld, zoals de afgelopen seizoenen. Moet het helemaal goed komen en dan worden we kampioen! Zo, dat is in ieder geval een duidelijk beeld van hoe men denkt over de kansen van Offer de Kroon 1 dit seizoen. Dan nu iets heel anders. Je ziet vaak momenten op een training dat mensen speciale acties doen, trucjes en dat soort zaken. Speciaal daarvoor hebben we voor u de truc van de week,
En onze specialist Jeffrey Huibers zal deze gaan uitvoeren. Hi, ik ben Jeffrey Huibers en ik ga vandaag een trucje met jullie uitvoeren. Dus let goed op. Ja, in één keer. Oké, stap 1. Neem een goede aanloop. Stap 2. Kies je afzetbeen. Stap 3. Kom hoog van de grond zodat je de bal door je been kan halen. En stap 4. Strek je goed uit naar de korf zodat je de bal hoog op de korf kan leggen. Stap 5. Scoren die bal. Zoals eerder genoemd is aanstaande zaterdag de thuiswedstrijd tegen SKF. Geen onbekende ploeg voor Ulf ook, maar zoals elk jaar zal ook deze ploeg veranderd zijn. Zijn ze sterker geworden en gaan we het moeilijk krijgen? Onze verslaggever in gesprek met trainer Maarten van Woerkom en analist Jaap van Brugge. Of met trainer Maarten van Woerkom. We gaan aan de zaal beginnen. En dit is toch het mooiste gedeelte. Als we terugkijken naar het veld, zien we, ja, qua punten, we staan niet helemaal onderaan. En we hebben in ieder geval overwinning binnengehaald. Alleen we zagen toch vaak goede wedstrijden en het laatste kwartier net geen punten. Wel tevreden over het veld? Ja, sowieso over waar we staan als ploeg. Het is natuurlijk moeilijk om van tevoren in te schatten van, joh, hoe ver ben je eigenlijk als ploeg zijnde. Nou, als je dan tegen ploegen als PKC toch wel driekwart van de wedstrijd de boventoon voert, dan geeft dat een hoop vertrouwen. Het is toch de individuele kwaliteit van de tegenstander die op het eind van de wedstrijd de doorslag geeft. Dat is ons bij overkomen, dat is ons bij PKC overkomen. En dan verlies je in de laatste kwartier verlies je de wedstrijd, omdat wij gestaag doorgaan en de tegenstander een stapje extra doet. En dat stapje extra zijn wij tot op heden nog niet in staat geweest om dat echt te zetten. Dus ja, hopen dat dat in de zaal, de groei in ieder geval blijft, erin blijft. Maar de ontwikkeling, ben je wel tevreden over op veld? We hebben nieuwe mensen, we hebben Henk en Michel natuurlijk weer terug. Ja, veld heeft voornamelijk in teken gestaan van, joh, wat is nou de juiste samenstelling van de ploeg? Ja. Dus we hebben gekeken van, joh, hoe vinden bepaalde combinaties plaats in het veld? Hoe lopen die? Nieuwe dames erbij, Reinie erbij, Michelle erbij. Ja, toch het een en ander uitgeprobeerd qua samenstelling. Ja, en dat heeft ons gewoon heel veel informatie gegeven. Dus we hebben nu in de voorbereiding van de zaal al snel naar een climax kunnen werken. En vervolgens de keuze gemaakt voor basis 8. En als we gekeken hebben naar de basis 8, toen we de wedstrijd die we gezien hebben, zien we goals van Gert Vader bijvoorbeeld. Ja. En dan denken we toch, hé, die staat er niet in. Ja. Toch een verrassing, denk ik. Voor mij in ieder geval wel. Maar ja. Toch niet helemaal tevreden. Jawel hoor, heel erg tevreden zelfs. En dat was het grote dilemma wat we hadden. We hebben 10 spelers eigenlijk gehad, die alle 10 in de basis konden. En nog steeds kunnen. De keuze was op een gegeven moment van waar ga je voor? Ga je nou echt voor de spits? Ik bedoel, Gert heeft ook zijn beperkingen. Hij is klein, toch wat onrustig in het veld. In welke combinatie kan ik dat goed gebruiken? En hoe komen de andere combinaties dan uit de verf? Nou, uiteindelijk hebben we gekozen voor een bepaald concept en de komende wedstrijden gaan we nog uitwijzen of dat nou echt de juiste greep was. Maar dit is waar wij in eerste instantie vanuit willen gaan. Een stukje fysieke kracht tegen de houthakkersploeg uit het noorden, denk ik altijd maar. Ja. Als je Tim en Henk, heb je toch wat jongens. Nou, het probleem wat we op het veld een aantal keer tegen zijn gekomen is tegenstanders die beschikken allemaal over een goede rebounder. Ja. En allemaal over een spits. En wat gaan ze doen tegen onze combinatie rebounder met Gert en rebounder tegen Martijn? Dan gaan ze met hun spits gaan ze rebounden tegen Gert en Martijn. En dan gaan ze aanvallen tegen onze mindere verdedigers, onze rebounders. En dat proberen we een beetje te voorkomen. Aan de andere kant, Tim heeft heel goed laten zien dat hij wel degelijk 1 tegen 1 kan verdedigen. Als hij zijn focus maar goed heeft. Henk kan natuurlijk ook prima verdedigen. Ja. Jeffrey heeft laten zien dat hij weliswaar niet goed is in het 1 tegen 1 verdedigen. Maar wel tegen een Jorrit bijvoorbeeld, wel met zijn armlengte en een beetje meer afstand, wel heel erg vervelend kan zijn. Ja. Zeker met de schotklok. Ja. Zeker met de schotklok. Ja. En als je nu, als we nu dan, we gaan nu naar de zaal toe,
En heb je toch met een ander niveau te maken waar je misschien favoriet bent. Zeker dan vorig jaar. Je wordt kampioen in je pool. Uiteindelijk tegen Detos en DVO lukt het niet. En nu met Stijn die vertrokken is, Jesper die vertrokken is, wat scorend vermogen. Ja. En zijn we favoriet? Nee, ik denk niet. Nee? Niet voor de kampioenstitel. Ik denk wel dat we ons gaan mengen in de strijd om de play-off. En dan wie zie je als grootste concurrenten? LHDK. Ja. En dan heb je verder SKF, vorig jaar play-offs. Ja, strijd met SKF. Vara heeft wat ingeleverd. Trouwens, SKF ook wel wat ingeleverd. Ivan. Ja. Die hebben best wel veel goede basis. Ja, die hebben zaterdag thuis. En een goede jonge trainer. Ja, dus ja. Die ook raar uit de hoek kan komen. Dus dat is altijd leuk om... Die fysieke kracht is misschien een mooi punt. Dus, komende zaterdag SKF. In ieder geval vorig jaar. Ik weet niet waar ze nu mee komen. Met twee hele lange jongens. En die met Rick Brouwer en echte spits. Ja. Weinig over de dames. Hier thuis deze toen wat meer, maar... Uit was het echt een herenspel waar we toen heel goed gestaan hebben met de twee jongens die voor rust eraf moesten. Is dat dezelfde tactiek, SKF? Dames vol ervoor. Proberen Martijn vol Rick Brouwer bijvoorbeeld te laten spelen, tenminste als hij daar tegenaan komt. Ja, nou, dat moeten we natuurlijk eerst maar zien. Ik denk nog steeds dat dat wel de tactiek is, dat ook de kracht van Offo is eigenlijk, om op die manier tegenstanders uit te schakelen. We kunnen risico nemen in het verdedigen. We hebben een ploeg die redelijk sterk is in het verdedigen. We hebben ook spelers die echt een spits kunnen uitschakelen. Ja. Dus ik denk wel dat de beste tactiek is om een ploeg aan te vliegen. Ja. Daarnaast wat we vorig jaar goed gedaan hebben is op hun rebounders gaan aanvallen. Klopt. Denk dat we dat ook dat we dat in dit geval ook kunnen. En dan komt het meestal het vaste recept wat je bij SKF kent. Bob de Jong. Ik weet niet of ze dit jaar er weer bij zullen trekken. Maar dat is toch wel iets. Ja, kan je er rekening mee houden? Het maakt mij niet zoveel uit. Ik bedoel, vorig jaar hadden we hem ook. En, heel snel al. Ja. Ja, en uiteindelijk wonnen we ook twee keer. Ja. Van een ploeg waar Bob de Jong ook aan meespeelde. En heeft toen niet het verschil kunnen maken. Het is natuurlijk wel een topcornerballer. En het is altijd wel mooi als die in de hal loopt. Er gebeurt altijd ook wat op de tribune als die erin komt. Ja. Dus het is toch wel leuk. Verwacht je nog iets van zenuwen bij je ploeg? Eerste thuiswedstrijd, volle hal? Nee, de ploeg leeft er al weken naartoe om in die eerste thuiswedstrijd met een volle bak BWA op de tribune. Voor een aantal spelers toch wel even geleden dat ze in die eigen hal hebben gespeeld. Voor Reinie is het nieuw, die ik heeft natuurlijk wel meegemaakt via Martijn, maar nooit zelf in het veld gestaan op dat moment. Dus misschien dat hij wat wennen is in die beginfase. Maar als je kijkt naar een Henk, die kijkt er naar uit om eigenlijk weer een keer voor die BWA te kunnen spelen. Maar dan in een blauwe shirt. Hè. Ze hebben het spandoek nog, denk ik. Ja, precies. Ik hoop dat hij er hangt. Maar goed. Succes! Dankjewel. Ja, zeker twee Michael. Ja, twee dan. Of twee hier. Of twee. Ik kan wel zien dat er twee is natuurlijk. Ja, normaal kijk je er nooit toe. Nee, je gaat eigenlijk meestal niet eens. Ja, twee is buiten toch op de ene link, niet waar? Maar deze ploeg is vriend wel, want we bekeken het hoor, want ze gaan natuurlijk. Dus ze hebben in de link. Ze komen niet spelen. Ze zeker ja. Als jij kennen buiten bent, Johan Dex van Korneval. Laten we toch echt even over het eerste spreken. Over Korneval. Waar staat de goede dan? Ja, we verwachten een fatsoenlijk pak van je, maar dat kan de volgende aflevering. Geen punt. Okay. Laten we over het eerste praten. Jaap van Brugge, de kenner bij uitstek, Johan Dijkje van Ovo. Ja. Aankomende zaterdag, SKF thuis. SKF heeft ook een iets ander team gekregen, meen ik. Jij weet er wellicht meer van. Hoe kom je erbij dat ik daar meer van moet weten, Michael? Nou ja, ten eerste, jij bent natuurlijk de kenner bij uitstek binnen de club. Ja. Daarnaast hebben ze, meen ik, een nieuwe trainer van Dalto. Nou, dat is toch een beetje jouw club voor je. Ja, ik merk dat je goed ingelezen bent ook inderdaad. Ik stel de vraag over de zekerheid, want je hebt wel eens van die domme commentatoren die dan menen dat ze van alles moeten weten en moeten zeggen. Of kunnen weten en moeten zeggen. Maar dat, het valt me nog mee, moet ik zeggen. Ja. Geen probleem, Jaap. Ja, het valt me nog mee. Nee, SKF, doen het goed, hoofdklasse B. De trainer heet daar Floris Stam. Het is een teller, geloof ik. SKF zal nooit meer hoger komen dan dat ze nu spelen. Dat zal waarschijnlijk wel zo zijn, denk ik. Ondanks het zelf. Ja, ze doen nieuwe het. Club. Zoals ik zeg, ze doen het goed in de hoofdklasse B. Ze staan tweede. Ja, ik verwacht, ze draaien niet mee in de top.
Wat kan er van de ploeg op zich verwachten? Ik denk dat het een statisch spelletje wordt van ze met lengte onder de korf. Ze hebben ook een lange dame daar. Tessa Kroonen, blond. Nou, dat moet je ook wat zeggen, denk ik. Blond, schop van Vico. Heeft dan nooit echt hoog gespeeld. Speelt nu keurig in het eerste van SKF. En ik denk dat dat een nuttige dame in de korfzone zou zijn. Maar met nog wat meer lengte in de korfzone bij de heren zal ik denk ik toch afsteven op een statisch spelletje van SKF. Kortom, mag je wel. Of we moeten zeker van kunnen winnen. Ja. Kijk aan. Hier verder. Ja, ik vroeg me net al af aan het begin van het interview van hoeveel is jouw kennis en wat is jouw kunde. Maar nu blijkt maar weer dat je dus helemaal stilvalt als het over korven gaat. Ja, maar zoals je weet ben ik meer van voetballen. Ik ben in ieder geval Ajax en juist Utrecht. Maar goed, laten we... Dan heb je dus ook al geen goed weekend achter de rug. Dus nou ja, ik begrijp het volkomen hoor, dat je nu helemaal wegvalt. Doron heeft mijn weekend goed gemaakt. Krijgt hij hiervoor betaald ook dan? Krijgt hij hiervoor betaald? Ik word hiervoor voor betaald, ja. Dus niet voor niks en hoe zeg je dat? Ja, ofwel heeft anders een betere financiële tijden gezeten. Ja, als ik jouw baas was geweest, had ik het wel geweten. Dan had ik jou niet heel erg lang op de loonlijst staan, meneer Colijn. Helaas, ja. Er zijn... Ze zullen het nemen, moeten doen, maar wel gewoon zitten. Er zijn geen andere opgaan. Ja, kijk, ik kan nog een biertje voor je aan. Ik kan nog een biertje voor me aanleggen, dankjewel. Maar ik weet dat er een Bob de Jong daar ook speelt. Vorig jaar nog ingevallen in de playoffs. Ja, dat zou nog kunnen, hè, dat ze Bob de Jong nog een keertje van stal halen. En dat meneer Burger misschien nog een keertje... Ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Is het nog wat? Die was geblesseerd, neem ik eraan, of niet? Was toch geblesseerd ooit? Burger? Ja? Dat zou best kunnen, ik hoop. Ja, dat is altijd goed. Maar je verwacht geen gevaar meer van beide heren? Nou, je Bob de Jong, je weet het. Ik verwacht niet dat Reschef dat gaat doen, omdat ik daarmee ondermijn je toch een beetje jezelf, vind ik, je tweede team, je jeugd, wat erachter zit. En steeds moet terugvallen op zo'n speler, dan is het niet sterk gesteld met je vereniging. Nou, een duidelijke conclusie lijkt me, ja. Of we gemakkelijk winnen van SKF. Dat zijn jouw woorden. Ik zeg dat ze ervan zouden moeten kunnen winnen. Ja. Laten we daarmee afsluiten, ja, bedankt. Alsjeblieft. Inmiddels bent u goed op de hoogte van onze tegenstander SKF. Als afsluiting net eens onze verslaggever op locatie, Vlugge Pim, u mee naar de Offerhal om de werkkwaliteiten van de selectie te testen. En als afsluiter ons vaste onderdeel, Sharky Smijten. Oké, jongens, we zijn vandaag bij Offo. We gaan vandaag Sjaakje smijten met één groot feest. We gaan eens even uitzoeken iemand die goed kan gooien. Goed, Martijn, kom er even bij, hoor. Goed dat je er bent. Hey, alles goed met je? Ben je er klaar voor? Lekker aan het trainen. Helemaal ik hard te trainen. Ja, super. Hé, we gaan eens even Sjaakje smijten. Nou, dat wordt natuurlijk geweldig. Op z'n kop die bal, hè. En we hebben een mooie bal. Je krijgt zo meteen 5 ballen. Je mag 5 ballen gooien. Zo hard mogelijk dan. Op z'n arm is 1 punt. Op z'n benen is 2 punten. En z'n hoofd is 5 punten. Nou, dus dat mag je toch? Gaat lukken. Alles voor z'n hoofd. Alles voor z'n hoofd. We gaan zo meteen daar bij het doel gaan we daar even gooien. En dan een paar meters afstand. En dan gooien we een keer die bal goed uit tegen z'n hoofd staan. Extra punten. Maken we een mooi lijstje. Iedereen komt aan de beurt. En dan komt het helemaal goed. Ja? Super. Gaan we doen. Top. Hey, top. We gaan. Kom. Dames en heren, we zijn hier met Martijn Rood, we gaan Sjaakje smijten. En de puntentelling is bekend. Op de arm is 1 punt, benen is 2 punten en focus 5 punten. Wordt je makkie, Martijn zijn ballen ligt klaar en zijn ballen in zijn broek ook. We gaan beginnen, ja! Kom op, hè. Zet hem op, hè. Mooi man, hè. Ja, daar is hij al. Hop, pak! Hop! Voor die 10 punten, kom. Hop, laat zien. Hop, ja! Ja, dat is geweldig. Oh, ik moet het tegen halen. Ja, hop. Goed, daar gaan we weer. Poging nummer 4. Ja, hop, ze kijkt. Hop, ze knaakt, kom aan. Hop. Dit is jammer. Goed Martijn, laatste bal. Dit is belangrijk, hè? Deze
Nee, ze moeten op zo. 15 punten. Want ja, klassement is klassement. Jij moet bovenaan staan. Gaan we voor zo. Eén van de... Precies. Kom op, de laatste bal. Dit moet hem zijn. Kom op, pak hem aan. Ja, Sjaak, hier zet hem op, jongen. Kijk eens even, bescherming. Oh, en... Goed, jongens. Hij staat erop. Goed gedaan. Martijn komt snel bij. Dat is mooi. We leveren die gekke dadels. Oké. Goed jongen, 15 punten. Wordt een mooi klassement, dat kan niet anders. Goed gedaan. Volgende week zien we u weer terug bij een nieuwe Sjaakje Smijten, dan met de andere speler van Ofoi. Leuke score, maar deze zal waarschijnlijk wel verbeterd worden. En hiermee is er wel een einde gekomen aan de eerste aflevering van Offo TV. We hopen dat u ervan heeft genoten. Komende zaterdag het programma van Offo. Om 8 uur de klapper Offo tegen SKF. We rekenen op een volle zaal, dus kom niet te laat. Offo TV is over 2 weken weer terug en we hopen u dan weer allemaal te zien. Tot dan!